geven. Het eerste is geld geven. We mogen niet afgaan. Dat zou je wel zien. Niet afschermen. Ik krijg niet. Wat zegt dat over jou, hè? Maar goed, geld nemen. Ga maar geld nemen, mensen. Geld geven, geld geven. En ik ga aftellen. 3, 2. Stop! Helemaal op het eind. Ah, perfect scherm. Dus iets tijdens hier. Zo, zeer goede morgen, dames, zeer goede morgen, heren. In naam van het IFBD, het Institute for Business Development, hou ik eraan u zeer hartelijk welkom te heten op deze werksessie, deze workshop, de Dirty Tricks van het onderhandelen. Timing voor vandaag, koffiepauze 10:30, lunch 12:30, middagpauze 15:30. Ik kijk even naar George. Ja. U krijgt van ons ook nog een deelnameattest en bewijs dat u met succes deze training heeft bijgewoond. Om voor de hand liggende deontologische redenen wachten wij toch nog even tot de training wat verder gevorderd is. Ik wens u een zeer aangename, leerrijke en uiteraard in eerste instantie een bruikbare training toe. Nog één klein vraagje. Ik weet niet of er mensen met voedselallergieën of vegetariërs... Nee, allemaal gezonde carnivoren, zo hoort het ook voor een onderhandelingstraining. Dan wens ik u een zeer aangename training toe. En George, heel veel succes. Dankjewel voor deze inleiding. Mensen, van harte welkom bij de Dirty Tricks van het onderhandelen. Iedereen onderhandelt. Thuis, op het werk, privé, zakelijk. Continu ben je aan het beïnvloeden. En je kunt veel betere resultaten krijgen als je daarin schoolt. Voor iedereen die werkt, moet dat een, wat mij betreft, een verplichting zijn. Jullie onderhandelen tegen elkaar. Maar via mij. Jullie mogen onderling niet praten. Het loopt via mij. En het is als volgt. Degene die mij het meeste biedt voor deze 10 euro, die krijgt deze 10 euro. De ene hoogste bieder, die moet mij ook uitbetalen. Maar die krijgt niks. Dat is een risico voor ene hoogste zijn. Maar ziet het maar als in de praktijk dat u heel lang met een klant of een leverancier bezig bent en aan het eind van de rit gaat de deal toch niet door. Nou, dat heeft u toch ook tijd en geld gekost. Dus in die zin is het net de praktijk. Nou, laten we maar eens beginnen, mensen. Ik wil eens even kijken hoe het met jullie commerciële assertiviteit zit. Wie biedt er 1 euro van mijn 10 euro? Wie biedt er 1 euro? Niemand 1 euro? Ja, u gelijk. 1 euro. Wie biedt er 2 euro? 2 euro, ja. Oh, nu gaat het snel. Wie biedt er 3 euro? Ja, 3 euro. Wie biedt er 4 euro? Ja, wie biedt er 5 euro? Wie biedt er 5? Ja, wie biedt er 6 euro? Ja, 7. En net de laatste. Wie biedt er 8? Ja, nu wel. Wie biedt er 9? Dan ga ik even naar u toe. U bent nu de ene hoogste met 7. Maar dan moet u mij uitbetalen. Dan heeft u verlies. Bij 9 bent u nog steeds... Dan moet ik ook wel betalen. Nee, want dan krijgt u van mij 10. 9 dan. 9! Ja, wat doet u? U zit nu op 8. 8 euro verlies. Bij 10 speelt u kiet. Ik zou het wel weten. 10 euro. Wat doet u nu? U heeft nu 9 euro verlies. Of 8 euro verlies. Of 9 zat u op, 9 euro verlies. Ja. Maar ja, bij 11 heeft u maar 1 euro verlies.
Ik zou het wel weten. Ik zou het wel weten. 11 euro, maar 1 euro verlies. Of 9, wat doet u? Ik blijf bij 9. Dus u gaat mij 9 uitbetalen, terwijl bij 11 heeft u maar 1 euro verlies. Pak dan 11. Ja, 11. Ja, 10 of... biedt u mij 12? 10 euro verlies of 2 euro verlies? Ik zou het wel weten. Wat een verschil. Ja, 12. Ja. 12, oké, okay, mensen. Jullie hoeven mij niet uit te betalen, allebei niet. Beste mensen, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Ik heb heel transparant de regels uitgelegd. En toch zijn er twee slimme mensen, zoals ik al kijk naar de functies, die nu meer betalen voor deze 10 euro dan die 10 euro waard is. Je laat je vaak verleiden, ander woord gezegd, beïnvloeden. En wat je dan gaat krijgen, is dat de emotie, de reflex, de primaire reactie, neemt het over van je rationele besluitvormingsproces. Je moet met inhoud bezig zijn, het inhoudelijk resultaat, maar je moet ook bezig zijn met de menselijke factor, de relaties. Het is een rationeel proces, goed onderbouwde beslissingen, tactisch, strategisch sterk, maar het is ook een emotioneel proces. Is dat irritant? Nee. Ja, lukt nog mee? Ja, ja, een beetje ongemakkelijk misschien zo voor de groep. Maar dit is zeg maar argument 1 of 2. Ik duw een beetje, ik probeer een beetje te overtuigen van mijn zienswijze. Maar dat lukt niet, want hij blijft nog steeds staan. Stevige vent. Maar ik denk, maakt niet uit. Ik heb nog argument 3 tot mijn beschikking. En argument 4, wat ga je nu doen? Tegen me zien. Vind je dit irritant? Dat wel. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dus dit is een beetje een stom voorbeeldje, maar het maakt wel fysiek duidelijk wat we verbaal ook doen. Wie is dit? Weet jullie wie dit is? Ja, Crimson. Maar iets heeft op zichzelf staand geen betekenis. Dus wie is dit? Dit is? Tata! Oké. Duitse bondskanselier. Duitse bondskanselier. Hij was een hoofd, hè? Nee, dit is Crimson en dit is... Crimson! Ja, ik vond mezelf wel leuk, jullie niet. Dit is de oud-president van IJsland die in de onderhandeling over de Landskiebank, iSafe, het 2 keer op het impasse heeft laten aankomen. In de long run ben je beter af met elkaar als je het spel fatsoenlijk speelt. Maar dat is net zoals judo. Zorg dat je je kunt verweren. Stelt u zich eens voor, u bent de tijger. En u loopt door de jungle en u ziet daar in de verte wat aankomen. En u denkt, ja, dat moet ik niet hebben in mijn habitat. U heeft dat even geïnventariseerd. Ankertje, dat openingsvoorstel, dat beleidsstuk, dat strategiestuk. Je proposal, je offerte. De salamitactiek. Nou mensen, vertel eens, wat is de salamitactiek? Ja, maar als ik zou zeggen, nou mag ik dit stuk van uw worst hebben? Dan zult u zeggen, ja, dag. Dan hebben we nog de nibbel. En de nibbel lijkt op de salamitactiek. En de nibbel is in feite de salami, maar dan van bovenaf gezien. En dat is, u heeft een deal, 100%. Kijk, het hele idee, mensen, is net zoals de fuik. Dat zij die deal, die voor 98% goed is, laten ze ook niet klappen op dat kleine verzoekje. Bovendien, als het zo belangrijk voor ze was, hadden ze het al veel eerder naar voren gebracht. Het is interessant naar wat er gebeurd is. Het gaat over macht, hè, beïnvloeding. Macht, ja, oké. Okay. Even los of dit klopt, dit is de eerste reactie, hè. Want dan kun je gewoon zeggen, nou, u vraagt de betalingstermijn, u vraagt 2%, u vraagt ook de algemene voorwaarden en u mag ook nog cancelen tot een maand van tevoren. Dat is wel heel veel. 1439 euro. Win-lose strategy. Win-lose. Die wordt ook wel gebruikt door wat stevige, dominante onderhandelaars. In deze instantie dan volg ik me wel. Je zit wel misschien in die tijgerfiguur. Ik denk dat ik een combinatie ben van de schapen en de tijger. Is dat voor trivialiteit? Gaat dat de hele dag zo door? Ik dacht dat we ook nog serieuze dingen gingen doen. Dan moet je kijken hoeveel ruimte ik nog had, sukkel. Ja. Ja, dat is de ene kant. Er zit ook een lose kant aan. Vaak onderhand is dat win-lose. Dus het is een verliezer. Als er een hetje bevindt. Ja, die is gezien, die tijger vreet hem op. Als de onderhandelpartij afhankelijk is omdat het een commodity is, dan is de sterke partij, zal voor de maximalisatie gaan, waardoor het rendement van die andere partij laag. Dus dan blijven er gewoon euro's liggen, mensen, door technisch anders te onderhandelen. We gaan oefenen. En dit is het moment waarop ik jullie vraag er maar eens lekker vol in te gaan. Jullie gaan zometeen een schat ophalen. Jullie zijn 3 piraten. De piraten zijn Popov, Totor en Beber.
En jullie hebben na jarenlange piraterij hebben jullie een schatkaart gevonden. En die geeft aan waar op een van de honderden eilandjes die toen nog in de Noordzee aanwezig waren, een schat verborgen ligt die we nu een waarde zouden toekennen van 1 miljoen euro. Maar het zijn allemaal gouden munten en sieraden, hè? Dus dat hadden ze toen niet. En jullie zijn in deze taverne aan het onderhandelen over de verdeling van die schat. Bébert heeft geen boot. Ah, dat is wel lastig, want je moet naar een eiland toe. Dus Bébert kan niks ophalen. Niks. Die is niet zo machtig. Toter, die heeft een boot. Maar die boot die kan slechts de helft ophalen. En die kan één keer de overtocht maken en dan de helft ophalen. En Popov, ja, dat is een hele machtige piraat. Die heeft een boot en die kan in één keer, pats, boem, die hele schat ter waarde van 1 miljoen inladen. Welke boot ook uitvaart om de schat op te halen, je moet minimaal met 2 bemanningsleden zijn. Het heeft zware voorkeur om met z'n drieën de schat op te halen. Met het oog op de relatie die die piraten met de oog op toekomstige tochten goed willen houden. Nu de economie toch iedereen onder druk zet, dat het harder wordt, zakelijker. Dat het meer transactiegedreven is dan relatiegedreven. Ik wil ze eigenlijk iets meegeven waarbij ze weten van, hé, ik word vaak emotioneel onder druk gezet, dan reageer ik reflexmatig, primair. Dat is niet altijd de beste manier. Als ik weet hoe ik ook kan reageren of waardoor ik primair reageer, dan krijg ik betere resultaten. Dus ik wil ze even door een andere, meer emotionele bril naar onderhandelen laten kijken dan, oh ja, ik weet dit rationeel wel. Want dat verdwijnt naar de achtergrond op het moment dat de spanning oploopt. Maar het zou fijn zijn als we met drieën samen gaan. Ja, tuurlijk. Is dat iets wat voor u mogelijk is? De drie is zeker mogelijk. En wat is uw voorstel? Dus ik heb 800 en ik heb er 200 te verdelen. Kunnen wij even apart spreken? Mm-hmm. Dat is een goed idee. Wacht op. Ja, doe maar. Oké. Wat vond je van het voorstel? Ja, dat is de slok op, hè. Mm-hmm. Ik denk niet dat dat aanvaardbaar is. We kunnen ook nog op een andere optie gaan. Dat we zeggen van, wij vragen samen 800.000. Hij heeft toch, en wij verdienen elk 400.000. Hij heeft ons sowieso nodig, hè. Ja. Ja. Oké. Okay. Het vrouwelijk front komt af. Dus wij willen elk 400 en jij 200. Dat is heel straf. Dus als je zegt van die 200 die neem ik niet, dan ga je niets ophalen. Mag ik met de Bijneke naar in gaan praten? Ja. We gaan samen op die boot of we gaan niet. Kan ik je met de collega's alleen praten? Dan moet je gaan luisteren naar de... Ah, komt ze niet mee? Nee. We gaan onder ons onderhandelen, hè. Ja, dat is hem toch wel... Zou jij graag hebben als je erbij komt, hè. De volgende stap kan dat wel zijn, maar hier is nu onderhandeling onder ons. Dus in basis waar het op neerkomt, ik heb denk ik wel de sterkste kaarten in heel het verhaal. Weet het niet, wij hebben een boot, hè. Ja. Ja, maar goed. Dan mag Bepeer mij even... doen we het met discussiëren, maar nee, maar vooral, ja, we kunnen zeggen met Bébert, wij pakken 400 en Bébert is 100. Dus het is, Je doet mij hier het slechtste voorstel dat er al op tafel is gekomen. Voor hetzelfde geld komt er volgend jaar een ander soort schat, waar we maar met 500.000, dat we op ons schip kunnen behouden, voldoende mee hebben. Dan gaan wij nog altijd met ons tweeën, heb jij dan niks, hè? Dat is misschien mogelijk, maar dat is wishful thinking, hè? Een schatkaart valt niet alle dagen uit de bus, hè? Okay, maar dat is in de piratentijd allemaal... wel. In de piratentijd wel. Veronderstellingen. Waarom moet ik dan... Mijn kosten... Mijn materiaal is groter. En dan piratenboot gaat op wind. Ja, dat is om te even. Oké, okay, maar dan gaan wij met ons twee. Dat is ons laatste voorstel. Maar waarom moet ik jullie 3,50 en jullie 3,50 geven? Waarom moet jij 5,50? Waarom moet ik... Nee, het is niet u. Je moet niet redeneren van... Ik moet dat geven aan u. Nee, we moeten er samen naartoe. Het is niet zeggen van... Ik geef dat aan de anderen. Het is samen naar je naartoe. Jullie kunnen nooit 3,50 halen als jullie samen gaan, persoonlijk. Nee, maar jij kunt niks halen als wij samen gaan. Dan is ieder... Ja, dat is mogelijk. Dan is het gedeeld door 3. Maar wees realistisch. Ik wil het delen door 2. Laten wij samen gaan. Jij krijgt van mij 4,50. Je had er nooit kunnen aan dromen dat te krijgen. Dat is waar, maar we hebben een deal. Een deal is een deal. Ja. Dan gaan we een keer moeten verder moeten discussiëren. Want ik heb hier een heel koppig publiek. Maar jij wilt nog altijd het meeste ophalen. Je blijft altijd...
Vroeger als kind wilde ik chirurg worden. Dat leek me een mooi beroep om mensen te helpen. En ik vond het woord ook wel mooi klinken. Ik kon het niet uitspreken, ik noemde het operatiedokter. Ik wilde ook wel toneelspeler worden, acteur. Ik zou niet voorkomen misschien dat dat een beetje terug zit in het werk wat ik nu doe. Toen ik jong was, kinesist eigenlijk, iets compleet anders. Ja, de klassieke zaken, hè. Politieman, brandweerman, bijtleger. Dezelfde zaken dat ik nu bij mijn zoon zie terugkomen. Ik heb eigenlijk altijd ben altijd heel sportief geweest, dus ik wou daarin verder. Maar mama en papa zeiden, daar ligt geen toekomst in. Dus dan ben ik meer ook de sociale tour opgegaan, naar psychologie toe. En zo ben ik eigenlijk in het vak gerold van recruitment consultant. Maar in lagere studies was ik niet goed in scheikunde en dergelijke. Was mijn sociale vaardigheden groter, vandaar dat ik in de communicatie gegaan ben. Eerst naar een IT-bedrijf gestapt, vandaar naar de logistiek. En dan uiteindelijk nu functie van de IT binnen de logistieke sector. Maar ik ben organisatieadviseur onderhandelaar geworden, maar dat is puur toeval. Sophie Booms. Nou, netjes onderhandeld, Sophie. Dank je. Dankjewel. Ronnie Bielemon. Ja. Met goed gevolg bijgewoond, alsjeblieft. Dank je. Succes ermee.